De oevers van de wadi van het Doepark moesten nog ingeplant worden en daar waren ook vrijwilligers voor. We zijn met ons team aan het bomen aan het planten op dit moment. Welk team is dat dan? Wij werken bij de provincie en een deel is natuur en een andere deel is natuur voor elkaar. En wij zijn sinds kort één team geworden en toen dachten we moeten een beetje aan teambuilding doen. En tegelijkertijd wilden we laten zien waar wij met natuur voor elkaar aan werken. En een gedeelte daarvan is in het natuurhuis. Hard aan het werk, hè? Ja, zeker, zeker. Even de handen uit de mouwen met elkaar. Even deze beplanting aanbrengen, half uurtje werk en dan zijn we weer klaar. Ja. Wat beweegt u eigenlijk om dat te doen? Nou, we hadden een teamoverleg en zolang in corona, dan moeten we er even uit. Dus we zeiden ergens op locatie vergaderen en dan meteen even handen uit de mouwen. Ja. Dus dat is de aanleiding. Ja. Hoe kwam je bij dat natuurhuis terecht? Nou, eigenlijk zijn ze bij ons terechtgekomen, want zij hebben subsidie aangevraagd voor onder andere het Doepark. Eigenlijk zijn we zo in contact gekomen met de mensen van het natuurhuis. En inmiddels komen we hier vaker en hebben we goede samenwerking. Ja. Waarom doet u dit? Nou, ik vind het gewoon heel leuk om te doen, om zo een steentje bij te dragen aan de natuur en biodiversiteit en de inrichting van dit prachtige natuurhuis. Ja. Ja, mooi natuurhuis. Ja, heel mooi, prachtig, ja. Lukt het een beetje met die teambuilding? Nou ja, het ziet er best gezellig uit, toch? Ja.